Waarom begon Philips eigenlijk met die experimentele televisieuitzendingen? Men was al voor de oorlog daarmee begonnen, omdat men in de technische ontwikkeling natuurlijk kwam tot de productie van eerst radio's en later dan televisieontvangers. Men zag daar veel toekomst in. Na de oorlog is het natuurlijk wel zo dat we in Nederland zitten met een verarmd land. De overheid moest natuurlijk ook zijn geld ergens anders aan besteden dan aan experimentele televisie. Dus het lag voor de hand dat een groot bedrijf dit oppakte en in het kader van een eigen ontwikkeling, want men wilde ook de televisieontvangers uittesten, starten met televisieopnames. Daar gaat de televisiereportagewagen. En als die op pad is, is er iets bijzonders aan de hand. Of is een internationale voetbalwedstrijd soms niet belangrijk? Zo'n reportagewagen is een rijdend centrum van moderne techniek. Daar zijn natuurlijk allereerst de televisiecamera's. Maar verder is de wagen volgepakt met kabels met de kostbare instrumenten en apparaten van het geheimzinnige zenuwstelsel van televisie.